Kijk, daar is er een, zie je hem? Nee. Amai, die gaan snel, hè? Ja, lekker met China ook snel. Ja, hè? Cheese, hallo iedereen. Welkom bij Hannes Vlogt. We zijn vandaag op Francorchamps, pas Francorchamps. Ja! Ferrari Racing Days. Ja! Vrr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 
rood. Allemaal rode Ferrari. Heb je een goede foto genomen van papa? Een Ferrari. Ja, dat is het niet. Mag ik eens zien wat dat lukt? Welke ga je kiezen? Deze. Waarom? Shell had mij en Deborah een rij uitgenodigd voor de Ferrari Racing Days op Spa-Francorchamps. Ik had speciaal deze jas besteld bij Buy It Now, want die is pas vandaag toegekomen en de Racing Days waren gisteren. Toen we toekwamen op de Racing Days, was er iemand van Shell een uitleg aan het geven, maar het was echt niet evident om te luisteren, want er waren de hele tijd, ja, Ferraris aan het passeren. Er stond ook een cool toestel om uw reactiesnelheid te testen. Om te zien of ik even snel was als Ferrari Formule 1 piloot Sebastian Vettel. Laat ons zeggen dat ik sneller was dan een Ray. Ja. Wat beter dan de zuste, hè? Ja, 41. Ik kan niet. Ja, hier is hij. We krijgen nu een speciale rondleiding die behoorlijk exclusief is in de paddock en zo. Ray gaat mee en Ray is op zoek naar Blixen McQueen. Ray, je kent Mac van Blixen McQueen? Ja. Die pakt allemaal de racewagens mee. Ja. Nou, dat zijn de vrachtwagens van Ferrari. Als de racewagens kapot zijn, dan moet hij daarin. Ja, of als we naar ergens op reis gaan om te racen, dan gaat hij mee daarmee. Kijk, we zijn hier aan de garages. Even uitleggen wie de mensen zijn die naar de Ferrari Racing Days komen, wat dat er eigenlijk moet gebeuren om er eigenlijk toegang tot te krijgen. Dat is echt een soort verhaal. Luister maar even naar die kerel hier. The normal process to buy a Ferrari, I don't know if any of you are lucky enough to know it, but you go down on a waiting list with the guys in Maranello, and when your time comes, you are given the opportunity to buy your Ferrari. Dus als je dan een paar Ferraris hebt gekocht, dan kom je in aanmerking om een speciale editie te kopen. De LaFerrari, so the Enzo, the 599 GTO, where they only make a small number. Hey! Once you buy a couple of those, you are then invited to join the XX program. So the XX program is a track-only program, so these cars can't be used on the road. They're effectively the ultimate expression of what the car can be. Dus al die auto's die hier staan, die gaan gewoon weer mee naar Italië. Ze mogen die niet meenemen naar huis, de eigenaar. Fuck! Dat zou ik niet tof vinden. Het zijn mooie auto's hier staan, hè? Ja! Welke zijn dat? Ferrari's FX6, moet je zeggen. Point 6. FX6. 6 is een pratenbommel! Dus als je alle zotte auto's hebt gekocht of hebt mogen kopen, dan is dat de allerlaatste stap. De Formule 1 wagens van Ferrari, daar zelf mee mag rijden. So, feel free to have a look around. Ray, dat was luid in die auto. Super luid. Waar is die nu? Daar. Daar? Dit is trouwens de winnaar van de tickets. Hannes noemt hij. Hij neemt super goede foto's, dus ik ben heel benieuwd wat hij er vandaag heeft van gemaakt. Het was echt waanzinnig om daar tussen al die auto's te staan. Miljoenen euro's staan er. Ik kan er echt niet bij. Heel blij dat ik dat eens heb mogen meemaken. Het zotste moest nog komen. Ik mocht mee met een Ferrari FXXK op het circuit. Maar helaas,
Normaal ging ik mogen meegaan met een Ferrari op de parcours, maar het schema is een beetje uitgelopen. Het weer is ook niet ideaal, ze willen het niet riskeren, denk ik. We gaan nog even kijken, want zo meteen staat er nog een race. En dan hebben we hier speciaal van die gaten in de omheining om door te kunnen filmen. Maar het was echt filmen al. Dankjewel, Shell, om mij uit te nodigen. Echt fucking ongelooflijk dat ik het van zo dichtbij heb kunnen zien. En hopelijk ben ik binnenkort eens terug om het circuit echt te kunnen rijden. Hè. Of gewoon eens met een Ferrari is voor mij ook al goed door. Sorry. Ja, hé. Dat is een hele spannend. Ja, kijk. Oh! Opgepast, hè? We hebben dus een goodie bag gekregen. En Ray heeft er al een fantastische Ferrari uitgehaald. Hé, hey, Ray, toen is je op Ferrari? Ja. Voor papa zit er ook iets in de goodie bag. Zou het een Ferrari sleutel zijn? Een Ferrari sleutelhanger. Het is toch al iets, hè? Het is toch al iets, hè? Trouwens, er is echt nog iets super grappig gebeurd. Echt toevallig. In Francorchamps en er staat hier iemand te bedienen. En ik denk dat ik die ken dat hij een huisje heeft verhuurd aan ons. Je mag een question. Est-ce que vous avez une maison que vous louez ici? Que l'on loue, non. Non? Non. Je parlais de moi. Moi, oui, personnellement. Oui, toi. Ik woon 30 kilometer van hier. Mais est-ce que vous avez une maison? Ah, vous êtes le locataire? Oui. Oh, attendez, oui, oui. Je pense que... Vous êtes venu. Comment ça va? Et j'ai regardé vos vidéos, votre mariage sur la plage. Ah oui, c'est ça. Magnifique. Ah oui, vous êtes... Ah, ça, c'est génial. C'est marrant, ça. Het was dus effectief de meneer van het huisje, dat we een tijdje terug zijn naartoe geweest. Ik zal even een beeldje laten zien. Grappig. Voilà, het zit erop. Het was mega vet. Ik hoop dat ik nog eens terug kan naar Spa-Francorchamps. Iemand die er connecties heeft, let me know. Ik zit natuurlijk wel met die Ferrari jas en ik heb al gemerkt dat Deborah niet echt een grote fan is van deze jas. Misschien moet ik hem aan Ray geven of zo, of mocht je geïnteresseerd zijn. Ik heb er €77 voor betaald. Bied mij 80 en je hebt hem. Ik heb hem al gedragen, hè. Doei. Jo. En? Weet je een mooie jas? Wat moet dat dicht? Moet die dicht? Kijk eens, papa. Ik kan de vroegte zitten.